jongens, ik ben Dennis, aka Danske, en vandaag hebben jullie episode 9 van Road to Life Minigun. Vandaag spelen Domination of Siege. En zoals ik net zei, episode 9. Ik zat er eigenlijk een klein beetje aan denken om bij episode 10 te gaan stoppen en dan een nieuwe serie te starten die ik in gedachten heb. Of ik start een nieuwe serie en ik ga hiermee door. Want laatst had ik wel ineens weer comments van mensen die zeggen van waarom ga je door met deze serie als je de serie eigenlijk al gehaald hebt, want je hebt al lang een keer een minigun gehaald. Dat is waar, alleen op zich vind ik deze serie best leuk. Dus ik zou zeggen, laat me weten in de comments. Gewoon doorgaan of niet. En waarschijnlijk krijg ik heel veel verschillende comments. Dus ga ik even kijken. Ik kijk wel gewoon wat het meeste gecomment is. En niet dubbel comment, want dat zie ik natuurlijk. We spelen vandaag met de Vector. En de Vector met Grip en Muscle Break. En ik dacht, weet je wat, het is wel leuk om een keer weer wat anders te pakken. Want bij het begin, de eerste episode, zat ik alleen maar de Emter. Toen ging ik volgens mij de Bison gebruiken. Ik denk, nou, dan pak ik vandaag maar een keer de Vector. En voor de rest natuurlijk weer standaard support streak. Gewoon easy. Want hij is gewoon heel principe van zeer natuurlijk, de support streaks. En ik ben benieuwd of ik hier iemand tegenkom. Ik heb het idee dat hij... Oh jongen, frame drops. Ik heb het idee dat er iemand komt, maar... Val mee. Zit al wel op B. Hopelijk kan ik dat... Snel. Wat ben ik traag eigenlijk, jongens. Ik heb net de hele tijd met Lightweight Mouse gespeeld. Zodat hij een beetje bent. Nou ben ik ineens heel traag. Want ik heb eigenlijk de hele dag heb ik clan versus clan gedaan. Dus in principe zou ik eigenlijk goed ingespeeld moeten zijn. Maar ik heb het idee dat dat helemaal niet meer zit. Het ging ook niet heel erg lekker. Want van tevoren hadden we eigenlijk nog nooit verloren clan versus clan. Het vorige seizoen als het ware. En nou hebben we gewoon een paar potjes verloren. Dus we zijn een beetje in een dipje, zeg maar. Het gaat niet zo lekker als het vooraf altijd ging. Jezus, valt precies naar beneden. Heel fijn dit. Ik weet helemaal niet waarom ik helemaal naar achteren loop. Deze map is veel te diep, dus waarom zou ik hier eigenlijk heen lopen? Hier hadden ze die map eigenlijk al lang mogen stoppen. Kill. Nee, jammer. Ik zit gewoon hier helemaal achter de map te zoeken. Wat is dit? Dat is helemaal niet nodig. Gaan we even... Ah, ik denk dat... Ik weet niet wat ik van dit wapen moet vinden. De ene keer dat ik hem best op chill. De andere keer heb ik echt het idee dat hij helemaal gezakt doet. Friendly die echt een schoppen en ding neerzet. Want volgens mij is er komen enemies er bij. Oh shit, enemies. Let's go! Ah, ik was echt te vroeg weg. Ik heb maar die punts meegepakt, we zullen kijken wat er in ons kerstpakket zit. En het is een chainsaw. Nou, zeker was leuk. Satcom uplink enabled. We lost A. Yo, waar zit er verder rest op? Kan ik het zien? Nee, alleen custom. Ik kan niet zien wat erop zit. Ik loop heel even zo dat ze er aan zitten. En ik kan op zich redelijk ver schieten met het ding. Alleen ik ga het niet proberen. Achter mij weer. Jezus! Ik zit veel te ver achter in die spawn, zou je zeggen, of achter in die map, maar die enemies zitten nog achter mij. Wat zijn daar weer een? Oh daar. Field order. Ik zag in de vet weer eentje lopen. Het is wel een sniper altijd, dat is een subshield zijn. Ik ga hier even weg. Wat? Kijk op de kaart! Ik blijf steeds terugrennen. Dat weet jij niet, Wim. Dat weet jij niet. Hij komt zelfs heel mooi naar mijn toe. Hoeveel koos eet je? Gaan we even een campstrike halen. Zullen we dat even doen? Sowieso, misschien moet ik de serie veranderen. Dat is wel. Ik denk dat ik dat doe, jongens. Road to Life. Weet het ook weer. Ammo crate, campstrike of zo. Zo dat doen. Als ik echt. Laten we gewoon zeggen, 800 likes in deze video krijg, dan gaan we dat sowieso doen. Dan wordt dat een extra serie. Sowieso, we gaan dan stoppen bij 10 episodes met dit. Met minigun. En dan gaan we voor de campstrike. Dat kan heel lang duren, maar dat is wel fucking awesome. Ik vind dat leuk met die ammo crate spelen. En ze misschien denken, anders zit je hier nog steeds hieronder, of hier achter me, maar ik hoor constant de enemies lopen. Ik weet niet of jullie dat ook kunnen horen. Ja, kan ik zeggen, ik ben echt niet gek hoor. Niet heel gek. Care package, waiting for your mark. Dan moet ik eigenlijk suicide doen, want anders heb ik dadelijk deze episode al. Nee. Nee! Oh, ziet hem! Ik meld die mensen. Let's go. Zullen we even A-cappen, want anders gaan we verliezen. Losing C. Sorry, ik dacht even dat de enemy was. Achter mij. Nee. Oh, weer aan de andere. Ik draaide net om. Ja, dat krijg je. Als ik echt voor die campstrike ga spelen. Dan zeg ik jullie. Dan ga ik Kevlar campen, jongens. Ik wil wel graag winnen. Ik ben iemand die graag wil winnen. Vooral als ik dat clan versus clan speel. Dan wil ik alles doen te winnen. En dat is zeker niet goed voor je KD. Dus als je van je KD houdt, niet doen. Maar in ieder geval, ik wil nog graag winnen. En bij dit, ja, dan interesseert het me even helemaal niks mee. Volgens mij liep ik net de enemy voorbij. Er rent er sowieso achter mij aan, maar dat boeit losing Charlie. Satcom ready. Ding. Ik gooi daar ook even die filter op. Om even een fijne plek te vinden.
Maar nu ik er echt over nadenk, dat is echt vet. Proberen een minigun te halen met dit. Dan kan ik ook lekker lang doorgaan, want ik vind het leuk om te doen met die ammo crates. Your ammo crate expired. Securing A. Oké, daar ben ik fucked. Er komt sowieso een enemy van boven. Man. Ja, ik ben in mijn eentje B aan het cappen, jongens. Damn you guys. Oké, nou 3, 2, 1. En we zijn hem kwijt. Enemy has Bravo. Ik kan het ook, ja, als je een goede score wil, dan moet je gewoon niet zoveel spelen. Securing Bravo. Ik kan winnen. Ja, we winnen toch niet. Kijk die score. Achter mij. Oké, fuck jullie. Ik ga even ergens anders heen, want ik heb geen zin om daar weer 10 keer dood te gaan. Jullie zien hoe het gaat. Ik heb er niks aan, ik heb toch alleen maar dood. De team mensen helpen niet mee. En het is één grote ellende. Wil je objectives spelen, ga gewoon niet de pubs doen. Heeft geen zin. Het is gewoon kansloos. Oké, let's go. We hebben. Woe! Missile strike! Zeker lekker. Alleen missile strike doet mijn eigen missiles, dus ik moet echt zo winnen. Let's go. Oh, wow, oh, holy shit! Oh, holy fuck. Ik had iemand een headshot. Ik ben in ieder geval, ik kan precies, zoals jullie zagen. Dat is nenen precies voor de mensen die willen weten. Volgens mij nenen. Volgens mij heeft dat in ieder geval nenen. Ik weet het zelf niet meer. Volgens mij nenen. Oh, damn. Ik kreeg 5 kills met die mortar. Damn, dat was sick. Holy mortar. Dat was epic. Ik zet nog steeds mijn mond open. Mond tot aan. Die loopt erin onder. Oh, hij loopt onder de grond. Lucht is niks zwaar. Losing B. Er zit er eentje boven. Losing B. Dat die boven mij zat. Daar was er inderdaad ook eentje boven mij. Oh, hier zie ik. Satcom ready. Okay, Satcom. Securing Charlie. Satcom uplink enabled. Man! Zoals even Rick C. Nou nee, ze hebben triple cap. Net komen we dan eens B cap. Ik heb fucking 3 pogingen gedaan. Niemand kan me helpen. En ik denk oké, dan stik het maar in je B. Dan mag je hem hebben. En dan gaan ze ineens B cap. Die was toch een beetje raar. Your ammo crate expired. Waarschijnlijk andere teams gekregen ofzo, ik weet het anders niet. Securing C. Oké, ammo crate ready. Ik ben benieuwd wat er in mijn nieuwe ammo crate zit. Laat me verrassen. En het is een VKS. ECOG. Zo sterk denk ik. Niet slim denk ik dit. Oh, klopt. Het is echt eng om met de sniper schieten. Of in ieder geval met een ECOG sniper. Securing Charlie. Nee! Ik hoorde hem lopen! Ah, damn it. Ik zat niet op te letten. Ik vind het niet fijn in een sniper. Ik kan echt niet begrijpen dat mensen ermee kunnen spelen. Ik bedoel, een Eagle Sniper, daar kan ik best mee spelen. Maar niet met zo'n silenced, semi-automatische Eagle Sniper ofzo. Daar werkt het voor. Dat is gewoon niet gemaakt voor mij. Losing Bravo. Oké, daar lag trouwens nog een ammo crate voor mij. Losing A. Enemy. Snel zijn. Gewoon enemy. Ik weet niet waar vandaan. We lost Alpha. Let's go. Oh, die is voor mij, die is voor mij, die is voor mij, maar, come on. Nou, die team is al lekker bezig. Nou, hij was eigenlijk van mij bedoeld. Voor mij bedoeld. We gaan richting B. Die team is al boven B en hij denkt niet van, oh, laten we even kijken. Wat bij B te zien is. Satcom uplink enabled. Securing Bravo. Ze komen weer terug. Satcom ready. Bravo secure. Die zit ze onder, maar ik ga even kijken. Ze zijn boven. Die wapenshotje ook heel even zien deze mensen killen. Losing C. Oh no, ik word hier geowned, jongens. What? Kijk dit! Wat? Hij op mijn beeld ging aan liggen. Hey, shit, zit langs ons. Oh, snel. Wat doen jullie? C! Zijn we C? Jongens, doen jullie? Oké, waar zit er in mijn ammo crate? Leuk, zeker voor deze man. Ideaal. 335. Helemaal leuk. Ik ga via dit. Zo. Hopelijk. Lopen ze net lang. Echt jong. Oh nee, ik kan het niet zien. Ik zat helemaal naar beneden te posten. Ah. Maar, ja. Als we iets een keer over hebben, kijk waar er nou in zit. Hopelijk is er afstand. En er zit eentje links van mij. Ja, dit is mijn spawn, jongens. Ik kan niet zo snel. Ik probeer mijn wapens te pakken. Toen niet dat ik 10 deads, hè. Dan word ik depressief. Het team is gaan me knijven. Zo erg is het tegenwoordig. Losing C. Satcom ready. Samen zweren tegenover mij. Geef maar alsjeblieft nou iets anders dan. Oké, je kan tenminste maar schieten.
Maniac.com of Lincoln Abel. Er was laatst ook een soort van glitch, eigenlijk was een update. En als je dan de Maniac pakt, dan kreeg je een Maniac met een SC-15. Dat is een random. Ik weet het niet. Alpha secure. Twee kanten, ik word ingesloten. Wat is dit? Shit, zit erbij. Bij C, A bedoel ik. C, kijk maar op C. Man. Ik ga helemaal fout, dus. Ik ga helemaal slecht. Alles gaat slecht. Ik stond net 12-1 bij het begin. Toen ging ik heel tot B af. Ik heb casino de cats. Ik heb 5 caps. Niet de meeste. Friendly Oracle. Maar wel het meeste gedaan van mijn team, denk ik. Ik had de moeilijke caps. Al de B caps. Your ammo grade expired. Losing A. Als we rennen niet zo godsgruwelijk snel. Jezus. Ik kan dit bijhouden. Jezus, die man is snel. Nee. Denk eens, hij maar heeft, hè. Dat zou echt niet eerlijk zijn, man. Als we nou weer een mortar strike krijgen. Volgens mij is dat niet eens mogelijk. 2 keer in 1 match. Losing C. Securing B. Lost C. Het ding heeft geen range, jongen. En dan komen ze nog helemaal. Ik heb 9000, ik ook geen 10 keer dood. Please, niet, alsjeblieft niet. Waar zijn ze nou? Oei, daar zag ik iets. Ah, oh, shit. Ik wou zeggen, als we dit nog gaan winnen, maar we gaan het niet meer winnen. Toen kwamen we op zich wel terug, alleen ja, dat gaat het nou niet worden. Let's go! Ik heb in ieder geval nog laatste keer 39-9. Nou, het is bijna 40 keer met dit. Maar in ieder geval, ik ga door met deze serie tot episode 10. En dan gaan we gewoon een klein beetje switchen en dan gaan we gewoon voor die campsite. Dat lijkt me super awesome. Dus laat me weten wat jullie van vinden. Dan gaan we sowieso gewoon tot episode 10 door met het idee voor de minigun. En dan switch en dan gaan we voor de campsite. In ieder geval, ik hoop dat het in ieder geval leuk vond. Laat een like achter, abonneer voor meer. En tot volgende keer weer. Dus houden. Oh wacht. Ik heb een prestige. Katja, dat doen we er even bij. Nee, de prestige inderdaad. Zag hoeveel punten ik kreeg. Absurd, 36.000. Ah shit, kan ik dat niet meer zien. 500, kijk dit jongen. Die dingen zijn zo duur. Ik had eerst iets van 1000 punten iedere keer. En daar heb ik bijna niks. Maar ja, dit maakt allemaal niet meer uit wat we pakken. Ik kijk altijd een beetje naar welke perks erbij zitten. En welke ik meestal gebruik. Dus bijvoorbeeld, Steady Aim is handig voor Specialist. Scamder is handig. ICU is handig. Hier heb Dead Silence heb ik sowieso nodig. Off the Grid kan. Amplify heb ik sowieso nodig. Focus heb ik sowieso nodig. Incog is fijn. En hier is Marathon fijn. De rest is eigenlijk een beetje quicktrack trouwens ook. Dus eigenlijk heeft alles wel iets wat fijn is. Ja, die wapens heb ik toch niet gebruikt erbij. Dus oké, die Vector had ik toevallig net. Maar dat is niet echt de wapen waar ik meestal mee ga spelen. Dus als ik eerlijk zou zijn, zou dit mijn klas zijn die ik zou kiezen. Sorry. En dat komt dan om de dingen die erbij zitten. Inkog is volgens mij best duur als je die wil kopen. Dus ik ga voor dit. En Focus is ook best duur. Dus in ieder geval, ik ben geprestiged. Ik weet niet of ik nou nog eventjes dat ding kan pakken. Patch, dat is allemaal niks. Allemaal rommel. Allemaal garbage. Nou ja. Kan ik mijn prestige nog zien, maybe? Hier, kijk aan. Dit is mijn nene prestige nu. Ik hoop het niet was leuk. Laat eens een like achter, 2 likes zien als je kan. Abonneer voor meer en tot de volgende keer weer. Houdoe.